Hallo allemaal, vandaag gaan wij een basisrecept voor cake maken. Voor de basisrecept cake hebben wij de volgende ingrediënten nodig. Ik zal het ook even links boven in het scherm zetten. Wij hebben nodig 100 gram boter, 4 eieren, 100 gram melk, een beetje zout, maar dat pak ik zo meteen, 250 gram bloem en 150 gram suiker. Voor smaak heb ik de aroma amandelsmaak gepakt. Die zit bij de melk in, zodat je een beetje een amandelsmaakje eraan krijgt. Satéprikket hebben wij nodig om de cake te testen of die gaar is of niet. En een bakblik. Heb je een elektrische oven of een hete luchtoven, varieert qua hitte wat je nodig hebt. Ik heb zelf elektrisch, dus ik gooi hem op 170 graden. En heb jij een hete lucht, wordt het 160 graden. Ja. Zoals gewoonlijk werkt het programma weer niet mee. Nou, ik heb ondertussen net de oven aangezet. Ik heb al een hele tijd lopen lullen voor niks. Dus ik heb de oven aangezet op 170 graden. Ik heb ondertussen de boter en de suiker heb ik om elkaar heen gemengd. Dat zit nog eens een keer hier. Ik zal maar even kijken of het nu nog goed gaat, want ja, ik heb het programma op mijn telefoon staan en schijnbaar vond het programma niet nodig om door te geven aan mijn pc. Wat laat ik er nou even doorheen. En dan komen de eitjes er doorheen. En gewoon 4 standaard middelgrote eieren. Zoals jij. Nummertje 3. En nummertje 4. Is dat nadeel? Ik ben aan het opnemen met de video en geluidsapparatuur van mijn pc. Dus ik heb alles met bedrading extra aan de keuken staan. Ja, het gebeurt wel eens dat als de camera verplaatst, dat de camera bevriest of telefoon weer niet wil zeggen dat ik aan of uit moet gaan. Ja, tot nu toe is alle filmpjes die ik gedaan heb, is er wel iets mis mee gegaan door ja, hoe het apparatuur werkt. Ja. Ik hoop eigenlijk dat deze wel wat beter gaat. Die ik eens geef terecht, hoor. Nou, ik heb de eieren door de mengsel gedaan. Om een beetje omheen te rossen. Kan zijn dat ik lontjes ontstaan, maar zometeen gaan wij de bloem en de melk toevoegen voor de helft eerst. En dan gaan wij verder met de garen. Lontjes die je overhoudt, die sla je allemaal ook op. Ziet lekker ranzig uit zo, hè? Pak de goud er even bij. Het is heel lang geleden dat ik het voor het laatste cake gemaakt heb. Het is ook heel lang geleden dat ik het met de hand gedaan heb. Ja. Klontjes en al. Gooien we nou eventjes een beetje van de bloem er doorheen. De helft is. Oké, goed. Nou, ik ga het even doorheen mengen. Kom op, even. Zit nog steeds plantjes in. De rest van de bloem. En de rest van de melk.
En dan maken wij dan een gelofte verslag van. Althans, ik heb de intentie. En daar zijn wij dan. Er zitten hier en daar nog wel een paar klontjes in, maar ik kan niet alles hebben. Maar het is wel redelijk. Makkelijk. Ik heb nog even verder. Dus dan gaan we zo de cake opmaken. Ja, gooi maar het in de bak liggen. Ik denk niet meer nodig. Jammer wel. Ik heb mooi de achterkant van blik zien. De camerahoek is niet altijd denderend hoe de camera te staan nou, maar dit bij plakken kom je in eind, hè. Krabbetje erbij. Ook daar spelen. Je rekent het een beetje uit. Maar gesproken hou jij de krabber wel zo'n beetje vochtig. Ga dat uiteraard niet doen. Geef de draad in. En dan gaat hij de oven in. 25 tot 30 minuten. En dan één keer in de zoveel tijd. Even kijken. En dan als je tijd verstreken is, even met de zetlepelreken erin. Komt hij er schoon uit, is je haar, blijft er wat spul achter blaar hangen, dan moet even wat langer. Nou, die zit in de oven. Ik ga een timer zetten voor een half uurtje en dan zie ik jullie over een half uurtje weer. Ja, daar zijn we weer. Dan gaan we even uit de oven halen. Ja, dan gaan we even kijken hoe hij gewonnen is. Hè. Hij is niet zo heel groot gewonnen, moet ik zeggen. Tadaa! Het is ook een beetje overdreven laag. Nou ook. Mag ik deze met wel. Oh, je ruikt die amandelen wel goed. Dat is wel goed. Op zich wel, ja. Mooie structuur. Alleen de bakpoeder vergeten. Nee. Ja, volgende keer eventjes iets minder roeren. Maar van de rest, smaak is goed. Structuur is goed. Ja, ik ben wel tevreden. Voor de eerste keer weer in, zou het zijn, 20 jaar. Ja, dat was de video. Ik hoop dat jullie ervan ook nemen. Van mij keek ook een keertje. Laat even een filmpje, foto zien. Hoe het geworden is. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.